Hey, hallo. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Welkom bij de podcast van uh, Katje van Gulik. Dat ben ik en ik ben coach. En ja, via deze podcast wil ik jou laten leven en vooral jou leren coachen, zodat je een leven hebt met vervulling, voldoening en verbinding. Dus welkom. Nou, deze podcast komt wat later op de dag. Um, en ik heb afgelopen donderdag ook geen podcast geplaatst. Deze podcast plaats ik altijd op uh, dinsdag en donderdag. Maar afgelopen week uh, ja, was het zover. Ben ik weer eens ziek. En ja, gelukkig geen uh, hoofdpijn deze keer. Ik ben nogal van de hoofdpijn uh, als ik ziek ben. Maar deze keer was het vooral uh, nou ja, mijn lijf die uh, er even mee stopte. En uh, weinig gegeten dus heel jammer, maar er zit altijd een voordeel aan aan ziek zijn, de ziektewinst in dit geval. Dat is een term um, ja uit de wereld van de psychologie, therapeutenwereld, ziektewinst. En wat bedoel ik met ziektewinst is dat er een voordeel kan zijn is aan ziek zijn. Het is ook een soort sabotage techniek um, als je dingen wil bereiken. Dus bijvoorbeeld uh, je moet naar je werk, maar je wordt ziek. En opeens krijg je aandacht van je partner, omdat hij lekker voor je gaat zorgen. Net zoals vroeger, toen als je ziek was, je lekker thuis mocht blijven. Je lekker op een dekentje, met een dekentje op de bank kon liggen. En dat je ouders voor je gingen zorgen. Dat kan een strategie zijn die jij ooit hebt uh, ontwikkeld. En ja, die dan kan helpen. In mijn geval niet. Um, ik was gewoon echt even lichamelijk uh, ziek. Ik denk, een soort virusje of een bacterie. die niet even helemaal goed viel in mijn uh, maag. Maar toch merk ik elke keer. als ik ziek ben geweest, dat ik als een um, ja, soort herboren eruit kom. Ik ben van mijn oude zelf weer naar mijn nieuwe zelf gegaan. Ik ben weer van oude gedachten naar nieuwe gedachten gegaan. Zou het dan toch een strategie zijn geweest van mezelf? Om even tot mezelf te komen en die switch te maken. Dat, dat vraag ik mezelf echt af. En als je mijn vorige podcast hebt geluisterd, dan weet je dat ik op vier niveaus naar de coaching kijk. Hè? Dus dat is het uh, mentale niveau. Wat zijn de gedachten? Wat is de zelfpraat? Het emotionele niveau. Hè, wat zijn de gevoelens? Uh, wat is de emotie uh, die erbij hoort? Het fysiologische niveau, dus lichaamshouding, non-verbale taal. Um, ziek zijn hoort er ook bij, bijvoorbeeld op fysiologisch niveau. En uh, spirituele niveau. Dus ja, wat is je hogere doel hier? Waarvoor doe je het nu eigenlijk allemaal? Daar zit jouw vervulling en voldoening op het spirituele niveau. En dan er hoort voor mij ook het energetische niveau bij. Dus je energiehuishouden. Allemaal gebaseerd op uh, wetenschap. Want dat vind ik uh, belangrijk, dat het uh, goed onderbouwd is. En dat heb ik ooit zelf moeten leren voor de sceptici uh, onder mijn coachies. En uh, dus dat. Dus op die vier niveaus um, kun je dan daar naar kijken. En ik vond het dan ook wel een mooi onderwerp om het erover te hebben van help je coachie door een transformatie heen van het oude naar het nieuwe. En transformatie gaat altijd gepaard met weerstand. Dat zie je ook in alle literatuur staan. Organisatieveranderingen, cultuurveranderingen, maar ook veranderingen bij mensen. Dat hebben, die hebben bepaalde fases. Het heeft voorwerk. Dan is het allemaal nog leuk, enthousiast en dan ga je het doen. En tijdens het doen, dan kom je tegen de tegenslagen. Ja, en daar ontmoet jij jezelf. Daar ontmoet de organisatie zichzelf. Daar ontmoet jij jezelf. Van wie ben ik dan echt? En zet ik door of niet? En veel mensen zetten niet door dat dat kan. En daarom is het zo mooi dat jij als coach er dan kan zijn voor jouw coachie. En hoe dan? En daar gaat deze podcast dus over. Want. Er is dus altijd weerstand. Er is een interne weerstand bij jouw cliënt, maar er kan natuurlijk ook weerstand zijn van de buitenwereld. Dus ja, je coachie wil een verandering doormaken in werk. Die wil misschien van loondienst naar freelancen of naar een eigen onderneming gaan. Staat jouw partner achter je? Begrijpt hij het? Die kijkt mee vanaf de zijlijn. Hoe reageert hij erop? En hoe, ga jij, hoe gaat jouw coachie er dan mee om, of jij? Blijf jij overeind staan? Nou, wat je doet in, uh, als coach. Um, ik heb wat dingen hier staan genoteerd en ik geloof niet in, in concrete, strakke actieplannen, want een voorwaarde is bij coaching sowieso, is dat jij je cliënt, je coachie, die ander ontmoet, precies waar die op dat moment is. He, dus je kan een heel mooi coachingsprogramma in je hoofd hebben. Deze sessie doen we dit, die sessie doen we dat. Maar het begint altijd met: Hé, hey, waar is de coachie vandaag? Wat is er in het hier en nu nodig? Dus daar begint het mee. Dat is eigenlijk de basis. Hoe is het met de coachie? Hoe zit hij in de wedstrijd? Nou, een manier. Um, van weerstand die de coachie kan ervaren is dus interne sabotage. Prik jij daar doorheen als coach. En ik heb daar ook een uh, in podcast nummer drie heb ik daar een hele podcast over gemaakt uit mijn hoofd 10 interne sabotage technieken die iemand kan hebben. Is een van mijn meest best beluisterde podcast. Podcast nummer drie daar kun je allerlei dingen horen die jij kan doen, zonder dat je er bewust van bent. Want ziek zijn kan een vorm zijn van ja, sabotage of um, niet goed je werk doen met opzet. Niet bewust, maar onbewust, omdat je het eigenlijk misschien wel helemaal niet wilt gaan doen, dat werk. En ja, dat kan je op vier niveaus zien, dus emotioneel niveau, lichamelijk niveau, He, met hoofdpijn, je zenuwstelsel, die bevriest, die valt aan. Daar kan van alles aan de hand zijn. Je kan het zien aan de lichaamshouding van je coachie. Hoe is de zelfpraten het mentale niveau? Hoe praat de cliënt tegen zichzelf? Ik kan het niet, het lukt me niet. Hoe dan? Ik wil het zo graag en waarom gebeurt het dan niet? En op spiritueel niveau, hoe is de verbinding met zichzelf? Zij, blijven ze bij zichzelf? Nou, daar ga ik dus dieper op in. Dus die weerstand die kan zich uit in interne sabotage. Dat kan lichamelijk zijn, maar dus ook extern de buitenwereld die niet mee lijkt te werken. Een partner, familie die niet begrijpt waar die ander is. Mensen die je bagatelliseren, gewoon puur uit hun eigen zelfbehoud, omdat ze het eng vinden wat je doet, omdat zij het Zouden doen wat jij doet, maar jij, die coach, ook die weet wat het hogere doel is, dus het voorwerk al eigenlijk met de coaching is, is dat je je cliënt je wel op gaat voorbereiden als jij een coach-traject hebt waarbij de cliënt van een gewenste situatie of van een huidige situatie naar de gewenste situatie wil gaan, zit daar een, altijd een uitdaging in, dan is dat altijd een soort transformatie. Jouw cliënt, die mag een nieuwe identiteit gaan aannemen. Van het oude zelf naar het nieuwe zelf. Wie is die nieuwe zelf? En dan ga je ook op die vier niveaus kijken. Ja, wie is die persoon dan die jij dan wil zijn om te gaan bereiken wat jij wil bereiken? Misschien is dat een nieuwe baan, een nieuwe relatie, een nieuw leven. Um, een, een vraag over, uh, moet ik blijven in mijn baan of niet. Bereid je cliënt alvast voor. Want de cliënt zit in een soort herprogrammering. Die doet bij jou nieuwe inzichten van hoe het anders kan. Want als coach ben jij die partner die een stuk meeloopt met jouw cliënt. En hem allerlei tools aanrijdt, interventies, vragen stelt om die ander uit zijn huidige denken laten te laten brengen. Zodat ze ook op een nieuwe manier. Ja, naar dingen, naar hun problemen uh, kunnen kijken. Zou wil bijvoorbeeld iemand uh, veranderen, uh, minder stress hebben. En ik zit even te denken, ik heb wat coachtrajecten op dit moment lopen waar dat natuurlijk aan de hand is. En um, ja, er kan bijvoorbeeld iemand bij je komen. We hebben een veel gehoorde vraag is: ik wil invloed hebben in de organisatie waar ik werk. Ik wil beter invloed hebben, dat mensen naar me luisteren, hè, zodat ik mijn resultaten beter kan halen. En vaak weet men wel hoe dat moet, maar is er intern iets aan de hand met het energielevel van de cliënt. Dus het begint altijd van binnen naar buiten. Dus dat is een soort herprogrammering die er dan... Um, Mag zijn. Dus ik kijk bijvoorbeeld op lichamelijk niveau. Hoe voel jij je na een dag werken? Hoe is het dan? Het kan zijn dat die persoon helemaal meegaat in de emoties van een vergadering bijvoorbeeld. Dit is mijn eigen voorbeeld. Waardoor jij je anders gaat voelen en anders gaat gedragen. Terwijl je dat helemaal niet bent. Dus jij voelt je goed bijvoorbeeld op een dag. Of je coachie die voelt zich goed voordat hij de vergadering instapt en als ze er dan uitkomen, dan voelen ze zich niet meer goed, voelen ze zich opgejaagd, niet lekker. Onbewust gebeurt het allemaal en zijn ze weer uit hun oude zelf gestapt omdat ze ja, de vibe, de energie voelen van andere collega's die ze meenemen. Nou dan is daar vaak misschien wel wat werk te doen waar je bij kan helpen om op, um, nou dat kan spiritueel niveau zijn, emotioneel niveau, fysiologisch niveau om iets met hun lichaamshouding te doen. Um, bereid je cliënt daar dus op voor. Doe het voorwerk dat een verandering met weerstand gaat. Dus elke sessie eindig je met van hoe. Jij gaat zo de sessie uit. Dit is een standaard zinnetje van mij, eigenlijk. Je gaat zo de sessie uit. Je komt weer in het normale leven. Wat ga jij doen? Wat is al een kleine actie die je nu al kunt nemen, zodat er wel vooruitgang komt? Je kan ook al bespreken: van joh, daar kom jij uh, je manager tegen. Die ziet de dingen misschien anders. Jij hebt hier nu iets bedacht. Je komt je manager tegen. Stel dat je weerstand tegenkomt. Hoe? Ga je daarmee om? Dat is een manier om jouw cliënt voor te bereiden. Dus bepaal met je cliënt de strategie die hij of zij kan trainen om weerbaar te zijn tegen de buitenwereld, maar ook tegen zijn eigen interne sabotage. En dat hangt natuurlijk af van uh, hoe die weerstand zich uit. Nou, ik zit op dit moment ook uh, dit jaar uh, met weerstand. Um, ik ben dit jaar op zoek geweest naar nieuwe opdrachtgevers. En dan krijg ik heel veel feedback. Dus, je gaat veel, ja, dus ik ben wat gesprekken ingegaan met potentiële opdrachtgevers. En dan krijg ik weerstand. Feedback op hoe ik overkom. Um, wat zij anders willen zien. Wat zij nodig hebben. En ik heb dit jaar echt. Uh, feedback blijft altijd een ding, maar dat moet je kunnen hanteren. Dus dat heb ik mezelf ook ooit aan moeten leren... om weerbaar te worden tegen feedback, ook zelfs tegen positieve feedback. Mijn manier is bijvoorbeeld om te visualiseren. Net zoals topsporters doen. En wat ik visualiseer is dat ik... Ik zit dan op mijn stoel en dat ik heel stevig zit op die stoel... met het, beide voeten op de grond... Waardoor ik me ook stevig voel. Ik haal mijn ademhaling, doe ik in mijn buik. En dit is ook wat, je bij, wat ik heel vaak bij een coachie doe. Schouders naar achter. Dit is allemaal fysiologisch. Adem rustig in de buik. Vijf seconden in, vijf seconden uit is dus een mooi tempo om aan te houden. Met beide voeten stevig op de grond. Schouders naar achter en een kin een beetje omhoog. Hierbij kom je al stevig over voor jezelf. Doet dit al heel veel, maar ook heb je die uitstraling op de ander. Ondertussen visualiseer ik dat de aarde mij draagt. Dat, en vaak doe ik dat zelfs dat er wortels uit mijn voeten schieten naar de kern van de aarde. Wat mij stevig maakt. Net zoals een boom die wortels schiet in de grond. Of als een berg. Ik heb ook, um, er zijn ook hele mooie bergmeditaties. Waarbij je voorstelt dus dat jij een berg bent. Het kan met een boom of een berg. En mocht je gaan lachen of grinniken, lach maar. Dit doen topsporters dus ook. Laat ik even die berg nemen. Want die herinner ik me op dit moment weer dat die naar boven komt. En dan visualiseer ik me gewoon dat ik die berg ben. En een berg die blijft altijd. Staan. Wat het weer ook is. Is er een orkaan? Weet je, dan komt er wat erosie. Dan gaan er misschien wat bomen die op, he, die op een berg staan om, maar de berg blijft staan. En zo kun jij je ook visualiseren dat als er weerstand komt, dat jij blijft staan. Met je schouders recht naar achter, kin omhoog en stevig op de grond. Ondertussen adem jij rustig door, net zoals een berg doet. Die, die ademt gewoon mee met de aardefrequentie. 432 megahertz is dat. Dat is uh, ooit gemeten. En zo blijf jij staan. En dit kun je ook aan je cliënt meegeven. Dit is jouw stevigheid op lichaamsniveau, op fysiologisch niveau. Mentaal visualiseer je dat. En emotioneel niveau gaat vanzelf mee. Je gaat vanzelf mee in de rust en mocht je enorm weerstand hebben, mocht iemand tegen je gaan schreeuwen of zijn stem verheffen, dan voel je daar misschien paniekerig onder, krijg je een stressreactie intern, wordt er iets getriggerd bij je, een oud patroon. Maar blijf dan bij die emotie, Zeg dit maar tegen je coachie. Ik praat niet tegen jou, uh, want ook als coach uh, kan je dit gebeuren natuurlijk. Je blijft gewoon stevig daarbij staan, want je zult zien door het omarmen van die emotie en dat je jezelf toepraat, dit is er, dit gebeurt nu, ik blijf stevig. Je zult zien dat er juist niks gebeurt. Die ander, voor de coachie, die buitenwereld, die begint niks bij je. Die hebben geen vat op hoe jij bent. Jij hebt alleen, jij hebt helemaal de regie dan over jezelf met die weerstand. En jij bepaalt dan op dat moment wat je kunt doen. Dus dit is een prachtige techniek die je je coachie mee kan geven als er weerstand is in de transformatie. Dus wat er ook gebeurt, laat diegene bij zichzelf blijven. Die emoties zijn er, die triggers zijn er, maar blijf rustig, zodat die ander Helder kan blijven denken. Dit is weerstand. Ik wil gewoon niet. Ik zet gewoon door. Nou, dat is makkelijker gezegd soms dan gedaan. En dit is trainen. Dit is het herprogrammeren van een nieuwe zelf van jouw cliënt die een transformatie aan wil gaan. Ik zit ondertussen even te kijken uh, wat ik dan nog meer kan uh, delen. Um, het is natuurlijk ook zo dat jouw cliënt, als die een bepaalde soort naïviteit heeft, en naïviteit, uh, dat is niet negatief in dit geval, ik heb ook een soort negativiteit gehad toen ik, uh, of uh, negativiteit, een naïviteit gehad, toen ik gewoon, ja, um, van een vaste loondienstverband werd ik ontslagen, ging ik weer in vaste loondienstverband, toen wist ik van, hé, hey, ik moet nu echt... Lekker voor mezelf gaan doen. Ik moet dit zelf gaan bepalen. Ik moet zelf de regie in de handen houden. Ben ik ook er gewoon maar stap voor stap ingestapt. om uiteindelijk helemaal in het water te vallen. te springen om freelancer te worden. Nou, wat er toen bij kwam kijken. dat heb ik gewoon aan de lijve ondervonden. getackeld, alles gedaan. Um, ik ben er met een soort naïviteit ingegaan. Dus ik was niet op alles voorbereid. Als ik dat had geweten van tevoren. Had ik misschien nooit die stap gezet om die verandering aan te gaan. Dus mocht je dit merken bij een coachie, dan, dan kun je uh, dit merken. En kan je misschien wat naïviteit erin laten, zodat ze gaan doen. Want jij weet dat je als coach er dan bent voor ze. Van als er iets is, dan ben ik de backup. Kunnen ze bij mij terechtkomen? en loods ik mijn coachie er doorheen. Dit is hoe ik het doe. Dus ik laat soms wel eens bewust iemand de deur uitgaan waarvan ik denk: "Oh." Maar ik weet ook dat als bij so dat is dus niet bij iedereen. Bij sommige mensen die moeten gewoon gaan, die moeten gewoon gaan doen. En in de hier of de moment hebben ze stress, maar fixen ze dingen. Dus verandering is ook niet voor iedereen aangelegd, in die mate waarin ze dat misschien willen. Het is altijd stap voor stap uit die comfortzone gaan. Dus wie is jouw cliënt als die een transformatie aangaat? Ik denk dat dat een hele mooie kernvraag is. Wie is jouw cliënt als die een besluit heeft genomen? in het zwembad duikt en erin gaat, dus in de verandering gaat. En dan begint het proces pas. Nu heb ik je in deze sessie of in deze podcast allemaal tips en tricks gegeven hoe jij je cliënt er doorheen kan loodsen. Ik hoop dat ik jou ermee geholpen heb, ook voor jezelf. Maar wie is jouw cliënt in de here of the moment tijdens de de verandering. Sta jouw cliënt erbij in en dat kun je doen met check-in sessies, soms van een half uurtje is genoeg en soms is er gewoon weer eens een mooie interventie nodig om de cliënt te herinneren wat wil je ook alweer. Waar doe je dit allemaal voor? Dus laat diegene dan weer contact maken, verbinding maken met die nieuwe zelf. Wat er dan gebeurt als die verandering er is, is gebeurd, hoe ziet het leven er dan uit? Zodat ze ergens naartoe kunnen gaan in plaats van weg van kunnen gaan. Want weerstand willen we niet. We willen ervoor weglopen, we willen voor de emotie, we willen in onze comfortzone blijven. Maar stap voor stap kun jij je coachie met deze manieren, strategieën, vragen, interventies door het transformatieproces heen loodsen. En dat is het mooiste werk misschien wel wat er is. Dus ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En misschien heb je nog wel meer technieken, manieren die jij nu bedenkt. Van ja, maar dit werkt ook, dat werkt ook. Fantastisch als je het wilt delen hieronder in, in het commentaarveld. Um, deel het, dan help je anderen ermee. En uh, ja, kunnen we misschien een leuk gesprek op gang brengen? Mocht je dit een waardevolle podcast vinden, dan zou ik het ontzettend waarderen als je op YouTube een duimpje geeft, of als je op Spotify of op de Apple Podcast. Um, ja, vijf sterren geeft. Waanzinnig. Zodat we meer mensen kunnen ondersteunen. Yes, ik wens jou heel veel succes met ja, door de weerstand heen gaan. En dicht bij jezelf te blijven. Zo stevig als een berg. En niks aan te trekken van die interne sabotage of die externe sabotage. Laat je niet gek maken. En help je coachie door deze fantastische mooie groei. Yes, let's go. Tot de volgende keer.